De KPNI-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door FBTO, H&M en KPN. Ze hebben afgetrapt in de KPNI-divisie. De laatste wedstrijd van deze speelronde. Hype jezelf. Like de stream. Meer dan 1000 mensen kijken. We zitten op 1.2k likes. Dat kan naar 1.3k. Ben je op Twitch aan het kijken? Volg op Twitch. Koen Weiland, Ibons coach. Wat is jouw prediction? Nou, ik verwacht wel een zegen van Oli. Oké. Oliver? Oliver Utgren. Utgren. Maar toch, als je dit zo ziet, een beetje teleurstellend eigenlijk wel. Dat doelsaldo van hem. Hij clutcht veel potten, maar... Ja, 17 doelpunten voor en 16 tegen. Dat is vlakjes. Hè? Dat zeg ik ook. Ja. Als je zijn uitspraken ook hoorde aan het begin van het seizoen. Maar ja, aan de andere kant. Oh. Emmen. Ja, nee, tuurlijk. Fantastisch, tuurlijk. Het is ook niet belangrijk. Het gaat wel moeite als ploeg doet, maar... Nou. Ja. Want Vitesse zagen we dus winnen. We staan dus virtueel nu boven Emmen. 1 punt. Dus het is aan zowel Oli Bolli als Levi Frederik om die tweede spot te behouden. En voor Twente is het de zaak om Ajax achterna te gaan. Ja. En ook 3 punten te pakken. Zo! En nog kansen maken op die top 4. En dit is Oli Bolli. Heel snel. Slokje water. Hoppata. Oh, mooie scherpe camera bij de mannen van Twente. Ook bij Oliver trouwens. Ja? Dat zijn toch allemaal hele duidelijke scherpe camera's? Nou, of jouw ogen zijn beter geworden? Nee, mijn ogen liggen niet. Nee. Maar voor mijn gevoel niet anders dan de vorige keer. Nee, maar ten opzichte van die andere boys wel. Oké. Okay. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Okay. Dat is ook mooi toch voor de stream. Ja, zeker. Goed dat jij dat allemaal opmerkt, dat soort dingen. Daarom. Ik vind jou soms zo... Ja, je kan zoveel waardering uitspreken voor mensen en dingen. Okay. Ik denk dat jij heel veel harten verwarmt. Nou, precies, joh. Jij ook. Als boegbeeld van e-sports Nederland. Je vertolkt tegenwoordig toch heel veel gamers. Ja, goed. Dat doe je echt goed. Precies. Heb je al, kijk je dan ook met een ander oog, zeg maar, de Eredivisie? Dat je denkt, nou, zo'n Rick Dame, hè? Toch wel goed bezig. Ja, is natuurlijk wel. Dan te kijken, ja, wat zijn de kansen om zo'n Oli te naturaliseren, bijvoorbeeld? Moet hij dan een bepaald aantal wedstrijden hebben gespeeld in de Eredivisie, joh. Ja. Kijk eens, gaat hij weer. Weet je wel, Rita Verdonk al gebeld. We kunnen hetzelfde bij hem doen als bij die Douglas van Twente toen. Oh. Hij paast hem terug. Transferbal. Ja, dat is zonde. Ja, inderdaad. Die is uiteindelijk helemaal niet meer gespeeld voor Nederland zelf dan, toch? Of één interland of zo misschien? Nee, ik weet het niet eens. Al één keer geselecteerd, dacht ik. Maar... Ja. Douglas. Zeiden we Douglas in die tijd? Douglas. Ja, Douglas wel, hè? Douglas. Maar je had ook die andere Douglas van Heracles. Ja. Met die dreadlocks. Buitenspel. Abseits. Voor Enes Metin Tukdimir. A.k.a. Paros. Paros. De Tsjechische spits. Ooit in dienst van Cimbo. A.k.a. Galatasaray. Galatasaray. Oh ja, dat ging ik opzoeken. Douglas, voetballer. Douglas Franco Teixeira. Teixeira. Nederlandse centrale verdediger, ja. Huidig team, zou je dit weten? Echt. Waar hij nu speelt? Credits als je dit weet. Is het niet in Duitsland ergens? Ja. Ja, voor mij ergens in de tweede league of derde league. Knap hoor. Iets van ik weet niet precies welke club het is. Als dit ineens hier naar boven komt, ben je echt een legend. Duisburg? Würzburger Kickers. Oh, die. Maar goed, dit is verder niet toe. Penalty? Nee, oh, shit.
Dit zie ik zo vaak, hè? Ook deze speelronde, de vorige speelronde. Gewoon, het lijkt gewoon een schouderduw, maar waar je voorheen dus nooit een penalty zou krijgen, krijg je die nu wel. Wel een, kijk hier. Ja, hij trapt die bal weg en hij neemt spelen, maar ja, dan is het ook een penalty dan. Pelé. En is met in Tuk Dimir. Goalazo. 1-1. 1-1. Olly Bolly ziet de score weer gelijk worden. Nou ja, Douglas heeft nooit voor Nederland gespeeld. Hij heeft bij de voorselectie gezeten onder Louis van Gaal. En ook bij de definitieve selectie. Was dat niet toen tegen Oekraïne, weet ik niet. Was er zo'n wedstrijd dat heel veel andere spelers werden uitgenodigd? Dat was na het WK volgens mij. Andorra was het, maar hij is niet in actie gekomen dus. Anders was hij de eerste genaturaliseerde speler die voor Nederland uit zou zijn gekomen. Okay, dus tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd, of wel? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Ik zou niet weten wie dat dan ondertussen geweest moet zijn. God, wat komt er dan een hoop voorbij in zo'n uitzending? Klopt. Kijk, de mensen zeggen soms wel van wat luister ik dan naar. Ja, kijk, je kan niet altijd. Ja, kan wel, maar in mijn ogen ja, zou ik er ook wel willen weten wat er toen is gebeurd met Douglas. Ja. Hier is in ieder geval wel Oliebolli met de hutsie-klutsie. Ja, je wilt toch ook weten of hij van oliebollen houdt, of hij het fenomeen überhaupt kent. Ja, nee, maar ik wilde dat al legit weten. Ja. Want ik ben hem gaan volgen vanwege zijn naam. Ja. Oliebolli. Ja. Lekker Oliebolli. Met of zonder krimp? Nou, met. Ja, vind ik ook wel met. Ja? Had ik bij jou niet verwacht. Alles wat er maar een klein beetje lijkt op vruchten of groenten, dat moet je niet moet je niks van hebben. Ik had niet verwacht dat je zou zeggen gewoon... Ja? Oh, joh. Jij met krenten? Huh? Oké. Okay. Nou, lekker Bassie. Je houdt wel van de oliebolletjes op zijn tijd. Ja, ik zou liegen als het niet zo was. Of was dat lekker, hè? Gelukkig is hij niet aan die gezien. Verse, hier is net uit het vet. Oh. En is lekker, goed verdedigd. Dan naderen we de rust. In de eerste wedstrijd. En, wordt het ook nog een heel interessant duel, dadelijk Levi tegen Brent. Ja, daar zeg je wat. Brent is ook aardig in vorm. Ja, die Brent heeft pieken en dalen, dat is niet te geloven. Vanmorgen won die van Levi de Weert. Of sorry, van Renzo. Maar daarna haalde Levi de Weert de inspeling voor Vitesse. Ik zal je nog sterker vertellen. Brent is op de Xbox de topscorer. Ja. 33 goals. Nee, Levi is juist topscorer. Oh ja, 35 goals. Ja, en Brent als eerste We gaan heel veel doelpunten zien. Ja. Dat mag wel, want die is het 1-1. Nou, dat is gewoon prima, ook voor rust. Ja, dan gaan we dus in principe een heel aanvallend potje zien straks. Ja. En dan zou je zeggen, both teams to score... Klopt, dat is een lage odd. He, over 4,5 goal. Oh, kijk eens. Ja, toch slordig ook weer, hè? Loopt hij naar die verdediger voorbij en dan speelt hij zo iemand ooit in spelen die gedekt staat. Goed. Oliver Utgren. Utgren. Staat... Niet voor. Niet voor. Ook niet achter. Ook dat niet. 1-1. Hier zien we nogmaals de goal van Oliver. Ja, dit zie je. Dit is een goal die we wel vaker zien. Gewoon meta goal. Absoluut goed. En dan hier die penalty, ja. Beetje dreigen. Lijkt alsof Vieira die bal wil wegpassen. Ja, en dan zit er Ronaldo ertussen. Ja, maar dit zien we toch vaker. Ja, easy toys, easy snacks. Goal. Ja, toch de goede hoek gekozen. En dan gaan wij door naar de tweede helft. Ja, dan zijn de oliebollen zuur. Precies. Ik ga nog midden, zeg maar. Een grote ogen. Die goalbal aan het woord. Als je nou weer terug zit, dit even terug dan. Ja, ze zitten met z'n vieren daar, hè, dacht ik. Ja, 4 of 5 volgens mij. Ja, ik weet in ieder geval wel dat die sfeer er altijd heel goed is. Ja, dat is niet normaal. Ze gaven jou volgens mij ook nog een compliment. Mij? Ja, ik heb een paar speelrondes geleden. Want kijk, wij zitten ook al wedstrijden commentaar voorzien die dan niet in live komen. Mm. En dan zit ik vaak in mijn hondenhokje, noem ik dat, in het hokje. En dan, ja, vaak als ze dan vlak voor de wedstrijd, dan hebben ze natuurlijk al die dingen aanstaan, de mics en zo. Oh ja. Dus dan pik je af en toe wel eens iets op. En nou, dan ging het zo nog even over die serie. Oh. Die komen dit ook wel leuk, hoor. Zo. En dan zitten ze weer een beetje met z'n allen te lachen. Joh. Ik denk echt oprecht dat Twente gewoon de beste chemistry heeft in de Eredivisie. Ja, dat denk ik ook. Het zijn ook allemaal jongens uit de regio. Zie je toch dat team chemistry ook gewoon doorslag in. Het is ook leuk om te zien. Ja. Dat gewoon een local clubje gewoon het goed doet. En mooi dat ze Ennis gewoon lang de kans zijn blijven geven. Want die heeft een paar seizoenen gehad dat het gewoon niet... Ja.
top was in elk geval. Nou, en Brent gaat ook steeds beter doen. Ja, absoluut. Die deed al gewoon prima, maar die wordt ook steeds beter. Ja, dat blijft toch een speler waar niemand graag tegen speelt. Nee. Zo'n roekeloze manier van spelen. Vraag je ook of hij 2 minuten stil is. Natuurlijk hebben we daar rekening mee gehouden. Zeker. Vandaar dat we ook net iets aandrongen. Het interview met Ennis iets minder uitgebreid deden. Omdat we natuurlijk dan deze wedstrijd laten uitspelen. En dan een moment daartussen dus die 2 minuten stil te gaan houden. Natuurlijk houden wij daar rekening mee. Dus we houden daar rekening mee. En daarna zal de tweede wedstrijd volgen. Tussen Levi en Brent. Dus voor de mensen die zich dat afvragen, houden wij daar zeker rekening mee. Hier zit wel Emme dat nu de aanval weer gaat zoeken. Maldini naar Pelé. Nog niet heel veel gekke momenten gezien in de tweede helft. Ik zie nu ook dat Asensio zeg maar... Mijn moeder heeft die Nederlandse roots, hè? Dat is ook nieuw. Echt? Ja, dat wist ik nog niet. Zeker. En het is hier Oliver Utgren. Met de goal. De goal. De goal met een puntje erop. De goal. Goal. De goal. 2-1, Emmen. 2-1. De nummer 2 van de KPN-divisie. Staat voor tegen nummer 7. Ja, hoe stom het ook allemaal is. Twente. Zo'n goed seizoen. Maar dan is het gat dat je hebt naar die bevreesde playoff-lijn. Ja, een punt of 4. Dus met een beetje pech kan het wel misgaan. Twente dat morgen tegen Fortuna speelt. Zeker niet makkelijk. Volgende week als eerste pot SP-ARTA. Dat is ook niet makkelijk. Nee. Maar goed. Ja, we kunnen nog niet te veel verklappen natuurlijk. Maar die hebben dus de Rotterdamse derby gespeeld tegen Feyenoord. Ja, daar gaan we daar zo naar kijken. Daar komen we zo op terug, inderdaad. Spannend. Spannend, jongens. Veel derbies vandaag. Ja. Klopt, man. Je hebt gelijk. Ja. Nou, niet een echte derby, dus de derby van het noorden. Voor Niels Christ. Nee, inderdaad. Die dan wel. Ulevea, die kan. Is toch is het een streekderby. Nou. Toch van de noorden. Exact. Een windstreekderby. Maar Koen, vertel eens. Ja. Zie jij Ennis nog die 2-2 prikken? Of denk je van, nou, dit wordt een 3-1? Ik zie wel eerder de 3-1 vallen dan de 2-2. Nou, moet je eens opletten. Die valt hier nog niet, maar... Nou, nee, maar moet je eens even opletten. Ik let op. Nee, maar let jij nou eens even op? Ja, ik let op, jongen. Ik let op, echt. Ik let op. Kijk, let op. Want ja, het zou zomaar zijn dat die 2-2 wel valt. Ja. Daarom zeg ik, let nog op. Ze hebben ook al op start gehad ook Emmen, dus dat betekent dat er misschien wel wat angst is nu. Precies, paniek bij de oliebollentent. Ja. Het vet is verouderd. Ja, wat als je in één keer gewoon geen frituurvet meer hebt, terwijl je een oliebolletje gaan bent. Ja. Zit je dan met al je zit je daar met je pap? Ook een zit je daar met je gerezen deeg? Wil je nog over dat Rob Geus niet langskomt om de rubber te komen? Ja. Nee, maar de Sjaak. Hebben jullie al stickertjes? Stickertjes. En die rubbertjes die ook... Gaat ook hier langskomen eens in 2 weken? Of? Ja, de koekarakjes deed daar in de kitchen. Hebben we gelabeld? En dit staat gewoon op de grond? Of? Ja, wat? Hier is Oliboli. Speelt. Moet jij nou eens even Ronaldo! Moet jij nou eens even opletten. 3-1. Precies. En even weer dat zakelijke slokje wat we altijd bij hem zien. Ja, ook goed dat hij zo'n soort fles heeft en geen plastic flesjes gebruikt. Toch een Scandinavische bewuste jongen. Ja. Natuurlijk, Scandinavië, veel natuur. Ja, milieubewuste jongen. Precies. Heel goed. Ben jij een beetje milieubewust? Klopt, ja, ik ben met de e-bike hier naartoe gekomen. Vanaf het station. Ja. Ja. Nee, dat is 100 meter. Precies. Ik ben heel milieubewust. Ja? Klopt. Wat rijdt die Citroën? Ik probeer gewoon zo min mogelijk te rijden en zoveel mogelijk in mijn kantoor te zitten eigenlijk. Ja, dat is sowieso goed. Ja. Ja. Dan ben je niet belast. Je hebt ook altijd alle lichten uit, het scheelt. Ja. Verwarming hoef je niet aan. Klopt. PlayStation doet al wonderen. Precies. Genoeg verwarming.
Ja, Twente wel... Je vliegt nooit? Nee. Nou, dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Ja. Maar je eet wel vlees veel. Nou, veel valt wel meer. Maar geen groenten. Wat eet je dan eigenlijk? Oliebollen. Nee, ik ben meer een drinker ook. Dat is, ja. Nee, niet drinken als in alcohol. Nee, dat weet ik. Maar gewoon... Cola. Ja, nee, ook niet. Lust ik niet. Red Bull toch? Red Bull is onze water. Nee, ook water, de vergissing. Ik drink ook best wel water. Oké. Dat weten mensen niet. Nou, zie je wel. Doe je goed, jongen. Af en toe een klein beetje siroop erbij. Af en toe gewoon kou. Lekker hoor. Dus, goed. Niks mis mee. Een paar minuten nog in deze eerste wedstrijd. Emmen leidt dus met 3-1 en dan krijg je straks nog het beest Levi Frederik in actie. Tja. Dat zal wel na de 2 minuten stilte zijn. We herdenken alle doden en gewonden en anders benadeelden en nabestaanden. Volgens mij allemaal voor iedereen die dat leed is aangericht in de Tweede Wereldoorlog of daarna in andere oorlogen, oorlogsgebieden. Volgens mij zijn het dan vrij compleet. Ja, alle slachtoffers eigenlijk gewoon. Correct. Zometeen gaan we wel nog even daarvoor nog die samenvatting kijken, toch? Ja, dus blijf hangen. We hebben natuurlijk het einde nu van deze wedstrijd. Dus Emmen 3-1. Of er moet nog iets heel spectaculairs gebeuren. Maar zetten ze Levi in een goede uitgangspositie. Dan hebben we nog inderdaad een minuutje of 5 nu. En die gaan we dus besteden aan de samenvattingen van de eerder gespeelde wedstrijden. Ja. Die jullie nog niet hebben gezien waarschijnlijk. Ik denk niet dat we nog interviews gaan doen met deze mannen. Nee. Volgens mij geloven we het wel. Dat is het beetje wat je bij Brent altijd hebt. Maar ja, Levi's, ja, wat hij zegt, Levi's wel echt gewoon misschien wel te goed om dit weg te geven. Ja, je gaat je dan afvragen, hè? Waar zit hem het verschil dan in bij die twee sowieso? Zet Levi het gewoon net iets vaker om in een overwinning? Mm-hmm. Het is ook niet zo dat Brent nou veel meer tegengoals krijgt dan Levi. Dat valt ook wel mee, 17 om 15. Ja, dan ligt het misschien toch aan die teamgenoot. Nou ja, maar op de Xbox ranglijst, momenten. Wanneer uitslagen worden gemaakt. Ja, 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 ja. Dat wat je aangaf bij Groningen. Ja, Brent zet af en toe gewoon een monsterscore neer. En soms, soms is hij er niet helemaal. Levi is er eigenlijk altijd en wint vaak met een relatief, nou, niet kleine marge, maar... Kijk eens. 1-0 Brent. Nee. Met Brent? Sorry. Levi. Ja, ik zet inderdaad. Ja, had wat geweest. Leef je meteen al dan op 1-0? Ja, dan is het eigenlijk wel over en uit, denk ik. Maar ja. Ja, toch denk ik dat de wedstrijd misschien wel minder spectaculair wordt dan wij denken met z'n allen. Ja? Ik denk toch dat Levi het gewoon heel zakelijk gaat uitspelen. Hij houdt daar niet van als mensen dat zelf doen. Nee, nou, misschien als het niet onnodig. Als het onnodig niet doen. Snap je wat ik bedoel? Kijk, hij zegt nu al van, kijk, krijgen we aanvallen. Maar als ik 10 minuten erover doe, in plaats van 5, vind ik het ook prima. Ja. Weet je wel? Ja, dus ietsjes met de rem. Ik denk dat hij meer ermee staat dat, zeg maar, dat als je dan moet, dat het dan niet gebeurt. Ja, klopt dat hoeft wel. Nu niet. Dat klopt wel, ja. Dus, oh, wat is dat? Gaat het hier ook net fout, ja. Dat is typisch. Levi Frederik. Fredos. Vanuit de Belmen. Ja. Hoe woont hij met zijn vriendin? Ook dus lid van het e-sports team van Inter Milan. Ja. Inter Milano. Het ook een hele prominente rol in de socials. Mooi. Media. Dat. Ja, leuk om te zien. Dat Inter inderdaad al die e-sports dingetjes op hun hoofdkanalen deelt. Echt, daar is ook echt onderdeel van de selectie, soort van. Omdat op zo'n manier. Ik kan me niet herinneren welke clubs ook zo actief daarin zijn in het betrekken bij e-sporters. Ja. En misschien toch een Ajax, maar ook
Die hebben dan weer met hun eigen tak. Ja, in mindere mate. Ajax is wel... Qua media is ook wel gewoon prima. Zeker. Die zit wel Levy, die is lekker aan het tikken. Kijk eens. Ook weer goed verdedigd. Ja, ik kan me zo niet heugen welk team dat nog meer op zich weet te chatten. Hier, tot nu toe is het veel Levy Frederik geweest. Oh. Weer Edwin van der Sar. Schitterende combinatie wel. Je ziet toch vaak wel Edwin van der Sar, hè, moments. Heel vaak, ja. Ik ben benieuwd wat dan die advantage is. Misschien zijn lengte dan toch, maar... Volgens mij zijn er ook andere keepers die ook die lengte wel hebben. Ik ben toch wel benieuwd waarom hij zo vaak verkozen wordt boven andere icons. Dit is heel goed, zeg, met die player lock. Oh. Je hebt helemaal gelijk, hoor. Weer Edwin. Levy is fantastisch van start gegaan. Ja. Brent moet even op adem komen en twijfelt over een andere tactiek. Dit balletje... Komt hij wel heel goed voor met Bruno Fernandes, Levy. Player lock. Hop, nog een keertje terug. Geen buitenspel hier ook. Ja, wat moet hij dan beter doen? Had hij misschien nog langs gekund. Ja, hier ook weer de kans daarvoor. Van Levy. Ja, dit was echt heel goed. Ja, Brent beseft ook van ja... Ik ben eigenlijk degene die deze aanvallen moet hebben, maar... Ja, ik kan het niet helemaal ontcijferen. Wat er nou veranderd moet worden. Misschien dat Golbach daar... wat in kan schakelen. Meesterbrein, Golbach. Ja. Zullen we hem zo bombarderen? Ja, ik kan niet ontkennen dat het slecht gaat met Twente. Dus. Nee. Maar goed. Ja, heeft ook met de heren te maken, maar die zijn dan in principe nog hetzelfde. Sinds Golbach die rol op zich heeft genomen, is de hele wereld anders. Nee, maar ik weet niet, toch ook lokale jongen. Ik vind het toch ook wel iets hebben. Dat heb ik met Utrecht dat ik dat leuk vind. Twente ook waar. Ja, dat klopt wel. Ik denk dat wij ook eerder binding krijgen met dat soort teams. Ja. Ik denk wel dat dat echt zo is. Omdat je gewoon... Ze doen het ook voor hun club, zeg maar. Ze doen het niet alleen voor zichzelf. Ja. En natuurlijk, jij hebt een shirt van een club en weet je wel, je speelt voor die club. Ja, maar ik denk dat het nog meer zit in onbewuste dingen die daardoor beter overkomen. Ja. Je voelt die passie daardoor beter. Het klopt ook gewoon. Je hoort gewoon twee jongens met een beetje een Twents accent in een Twents shirtje. Klopt gewoon, echt. Ja. En bij Utrecht hetzelfde. Ja. Hier wel weer Leef Frederik die kans op kans toch krijgt. Het is overleven van Brent die weer in zijn welbekende houding zit met een controle achter het hoofd. Ongelooflijk. Dit is de houding van Brent als hij het even niet meer weet. Dat is zijn handen even achter zijn hoofd. Hij weet ook niet waar hij het zoeken moet eigenlijk. Nee. Wil graag aanvallen, maar komt er nog niet helemaal uit. Nu misschien. Cristiano. Ook dat loopt spaak. Op tijd gezien met Van Dijk door Levy. Oh, ingeleverd hier. Dan zit hier misschien wat in, want na zo'n omschakeling is het vaak een grote kans. Vanuit het niets eigenlijk. Ja, foutje. Ja, wel weer spannend. 3-2. Magisch. Ja. Magisch dat hij nog niet heeft gescoord, zegt hij volgens mij. Of dramatisch dat ik nu pas scoor. Ik weet niet precies. Nee, volgens mij meer om het feit dat hij heel goed wegkomt dat Levy nog niet had gescoord. Maar het is dus 1-0 Twente. Tja. En dan is de achterstand nog maar één doelpunt. Ja, als het spelbeeld zo blijft, dan zal het toch wel gaan gebeuren dat ook Levy een doelpunt gaat maken. Ik kan me niet voorstellen dat het zo door blijft gaan. Klopt. Mocht Emme het toch weggeven, mocht Twente hier een punt gaan pakken, dan ziet Emme Vitesse op doelsaldo voorbij komen. Ja, als ze gelijk spelen, toch? Ja. Ja, als ze verliezen, dan vliegt Vitesse er qua punten ook overheen. Ja, klopt. Hier dan Brent. Ja, Brent. Zie. Hij zit hem wel recht door midden, moet ik zeggen. Maar... Apart. Ja, je telde hem eigenlijk al. Ja, nu Levy juist voor het eerst in de wedstrijd goed weggekomen. Ja. In de mud. Ziek. Zo, zie. Er toch wel nog veel aanvallen over en weer. Ja, het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Levy. Maar Brent nu toch misschien na die pauze ineens. Ja. Zal hij toch iets hebben omgezet wat wij nog niet direct zien? Hier João Cancelo trouwens. João Cancelo. Team of the season. Ik zoek het door op de kleurs. Samen met Bruno van Naatje. Ja. Snel Ronaldo.
precies. Zullen ze al de portugalers? Precies. Koenig Grinch een beetje, maar niet uit. Nee hoor. Hier Emmen. Ik doe daar niet zo moeilijk over. Dus precies. Ga lekker hier. Daarmee zeggen we dat ik dat wel doe. Goed, het is. Dat is ook zo. Jij kunt heel snel cringe, ja. Ik cringe ook alweer een beetje van, moet ik zeggen. Ja? Waar ik niet van cringe trouwens is die kans. Ja, toch wel een beetje cringe. Pff. Door midden schiet. Ja, bizar. Dit, ik heb trouwens ook weinig mensen die zo zielig naar een scherm kijken als Levi. Ja, die kan in de, ja. Als hij in zijn focus zit. Ik heb het ook al sterk gezegd. Als Levi zeg maar aan het gamen is, je moet zo maar eens opletten. Je kan dat net zo goed gewoon nu, zeg maar zo meteen, als de eerste seconde van de tweede helft, gewoon een screenshot kunnen pakken en die daar neer kunnen zetten. Ja, dan blijft hij ook heel lang op dezelfde manier uit zijn ogen. Ja, en dan wordt het gewoon een standbeeld en dan kijkt hij heel terug naar zijn scherm gewoon. Ja, hij heeft inderdaad iets, iets treurigs in zijn gezichtsuitdrukking als hij zo geconcentreerd daar. Kijk, als ik nu zou zeggen dat het beeld vast is gelopen bij Emmen, dan gelooft iedereen het. Toch? Klopt. Nu ga je er wel op letten natuurlijk, maar ja, je zou het gewoon geloven. Ja, hij zit wel heel stil, ja. Dat is best knap eigenlijk. Tja. Zou jij niet kunnen? Ik ook niet, denk ik. Lasse Pilami ook in de chat. Een hele goede dag, Bas en Koen. Nou, goeddag. Ja, een hele goede dag. Nog even op de valreep, pakken we er even mee. Ja, goede avond eigenlijk al. Ja, goedenavond. Goedenavond. Als iets één keer gebeurt, spreken we van een incident. Goed. Davies, die kan rennen, dat weten wij, maar Van Dijk kan verdedigen. Dat weten wij ook. En dan is het weer Levi Frederik. Ondertussen hopen we nog steeds die verbinding terug te krijgen bij Levi. Ik wil het nog steeds. Oh! We zagen hem. Proberen we die verbinding terug te krijgen. Zie ik het die Leni ook in de Belmer? Ook bij de Bims. Was ik hier iets te vroeg in zijn rol van verslaggever gekropen? Alleen het dekentje mist nog. Ja, misschien heeft hij die wel hoor. Dat is een handdoek. Hier Brent. Naar links. Toch naar rechts. Links. Zat meer in. En Levi is hem weer kwijt. Ja, het is toch Brent, een nu volle bak. Twentse storm. Twentse tornado. Dat klinkt lekkerder. Twentse tornado. Ik moet even naar de E-divisie heen. Ernst. Wie ziet de held van SGD? Dat is niet van SGD. Oh. Nee. Hm. Ja, mooie stad. Leuk stad. Ja, klopt. De vriend van mijn moeder woont toch ook. De vriend van je moeder? Ja. Oké. Nou, ze zijn niet getrouwd. Dus... Nee, precies. De kameraad van je moeder. Leuk. SGD. Kom je er ook wel eens dan? Jawel. Mijn boekhouder zit ook in het alright. Saillante details. Ja. Hier dan. Weer goed, jongen. Precies, Ronaldo. Ronaldo. Patrick. Daar is hij weer. Oké, reverse. Dansen. Oei, oei, oei. Toch verdedigt Brent ook wel gewoon nog wel decent eigenlijk. Ik ga je zeggen, ik heb het gevoel dat Brent een extra goal gaat maken. Misschien hier wel. Kijk, want het lijkt me geen bij het spel. Pele. Jij weet meer. Kroketta, nee, weet het. Dit is live. Dit is live. Het is live, dames en heren. Vergeet dat niet. Allemaal live. Bent u nog aanwezig op YouTube? Like dan even deze stream. Absoluut. Dat zou toch geweldig zijn. Het zou geweldig wezen. Friday then. Kom op, zeg. Gaat Twente nog de gelijkmaker maken? Dat is de vraag, ja. We zitten op 1,2k likes. Dat moet wel naar die 1,3 kunnen. Daar zijn we bijna. Lekker hoor. Mocht u nou nog niet de stream hebben geliked. Heel goed bezig, allemaal. Zou dat fantastisch zijn? Dat zou geweldig zijn. Zou geweldig zijn. En ook ik. Steek kruip 98. Kruip 98. Ja, hoe belangrijk is het voor Emmen om dan tweede te worden in plaats van derde? Ja, belangrijk. Nou ja, ik zou je sterker vertellen. Nou, vertel. Als Emmen wel gewoon wint, zoals nu, dan nader je PSV toch tot op 2 puntjes. En dan is alles nog mogelijk. En dan hou je toch niet druk op die ketel. Op de ketel? Op de ketel uit Enschede? Ja. Maar die kon er heel raar uit. Ja. De ketel. Oh. Brent, krijg even een appje. Kijk, dit bedoel ik. We moeten toch blijven drukken. We moeten toch die druk blijven zetten. Druk blijven houden. Maar wij willen gewoon naar die finals heen. Dat is gewoon heel simpel.
Anders moeten wij ons schamen. mooi accent. Ja. Van Brent. Mooi gezegd. Maakt niet uit van wie je Brent. Het talent. Hallo, iemand. Wow. Wat gebeurt hier? Het talent dat Levi kent. We zitten op 1.3k likes. Oké. Okay. Yes. Lekker bezig. Yes. Dank u wel allemaal. Vincent, yes. Ready again. Tegen wie moet Feyenoord morgen is de vraag. Dat kan ik gaan navragen aan de regie. Doe jij dat maar. Regie? Kiel, kijk dan. Tegen Utrecht. Dus Jay tegen zijn oude club. Zo. Interessant potje daar hoor. In de bovenste regionen van het rechter rijtje. Ja. Klopt ook nog eens. 3 punten verschil. 6 punten duel. Ja, van Feyenoord wordt het ook penibel. Oh, oh. Goed, is het door. Vind ik leuk. Oké, daar zijn we weer. 70ste minuut. Cornertje. Overname Emmen. Volle stamina. Stamina vind ik een lelijk woord in het Nederlands. Ja, stamina. Ik denk ook niet dat het een woord is in het Nederlands. Oh. Of wel? Jawel. Het staat wel zo in de game nu, hè, tegenwoordig. Maar het is voor mij ook gewoon een legit Nederlands woord. Stamina. Mijn stamina. Oh, Levi Vredelsmaatjesel. Gaan we nu de goal van Twente zien? Is de vraag. Gaat Brent zijn ploeg... Oh, wat is dit? Zag je dat? Nee. Nee? Nee. What the fuck was dit? Hij legt die bal tegen zijn eigen verdediger aan en via die voet van die verdediger pakt Van der Sar hem weer op, zeg maar. Een glitch. Zo leek het. Ik was even naar de chat aan het kijken. Dat is heel goed, jongen. Kijk eens, ruimte in de as. Mike die hoopt dat Brent snel een doelpuntje gaat trekken. Ja, hij heeft ook niet veel tijd meer. Mike de designer? Mike Klinkenberg. Klinkenberg. Mooi achternaam. Klinkenberg. Ja. Klinkt alsof er inderdaad nog bergen verzet moeten worden, maar het is maar één goaltje. Oké, okay. Bars. Absoluut. Bruno op rechts, heel veel ruimte gezien nu door Brent. Cancelo. João. Brent. João. Dat betekent eigenlijk gewoon Jan in het Portugees. Johan. Oké. Okay. Johan Cancelo. En nu! Oh, en nu! Pure energie. Nu dan. Pelé. Pure energie. Oh. Brent Wiering. Wiering. Wat een goal. Ja, wat een aanval vooral. En wat een storm. Wat een Twentse tornado. En hier dat moment van zo even. Kijk, hij legt die bal hier tegen zijn verdediger aan eigenlijk. En dan als een soort flipperkast. Interessant. Heel interessant. Ik vind dit bijna complot. Achtig. Het is toch een terugspelbal? Jeroen Boon. Dus niet Jeroen van de Boom. Jeroen Boon. Ja. Brentje moet zo nog proflus doen, schiet op. Hey. Oh. Hij zegt, Brentje moet zo nog proflus doen, schiet op. Oh, mooi. Oké. Okay. Wordt even op een matje geroepen dus. Ja, maar Twente doet hier dus wellicht toch goede zaken. Hij zei het wel van voor de wedstrijd. Van ja, het kan zomaar dat we hier toch alweer een puntje of misschien wel 3 punten aan overhouden. Ja, dat gebeurt dan wel eens. Levi had natuurlijk al veel eerder in de wedstrijd gewoon moeten scoren. Is niet gelukt. Tja, die had in de eerste 30 minuten al 3 doelpunten kunnen maken. Ja, ja, hier staat 1-0, maar het is dus 2-0. We hebben deze wedstrijd eventjes een herstart gegeven tussendoor. En dus klopt die score daar linksboven tussen haakjes helemaal. 3-3 in totaal. 0-1 staat er ook linksboven. En niet tussen haakjes. Duidelijk. Enfin. Het is dus, voor hoe het er nu uitziet, Vitesse die weer over Emmen heen klimt. Oh ja. Heel goed. Goed dat jij weer eventjes even de stand erbij update. Maar die gaan we zo meteen ook weer zien. Maar de wedstrijd is nog niet over, want hier is Levi Frederik. A.k.a. Levi Frederik. Speelt het balletje heel mooi rond. Dat zijn we gewend van Levi. Want Levi in de 16 kan combineren, maar daar grijpt Bruno Fernandes in. Voor Brent Wiering. En dan is hier wederom Bruno Fernandes. Die kan hier de zijkant gaan zoeken. Daar wordt João Cancelo diep gestuurd. In de allerlaatste fase. De laatste aanval zal dan voor Brent zijn. Dus een punt is minimaal in de pocket. Pure energie.
Ken je hem wel of ken je hem niet? Hier R11 op CR6. Vriest hij de bal en dan wordt het een... Nee! Komt geloof nog een goal voor Twente. Dit geloof je niet. Oh, binnen! Oh, mijn god. Ja, Brent heeft iets met pingels. Vandaar dat hij ook nee schreeuwt. Hij heeft er een paar gemist. Zijn laatste... Zo'n rare penalty. Ja, zijn laatste penalty maakte hij volgens mij. Wat een penalty. Hij maakt hem dus. Oei, 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 oei. Wat een zieke overwinning van Twente nog. Brent Weerink wint met 3-0 van Levi Frederik. Ziek. En dus komt Twente op een vijfde plek. Klimt over RKC heen. Over Fortuna ook.